Lilian de Geus uit Almere wil bij het wereldkampioenschap windsurfen, begin volgende maand in Denemarken, een grote stap zetten op weg naar kwalificatie voor de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. Ze hebben de kwalificatie voor mij gezet op het WK. En daarna heb ik eigenlijk een paar weken, twee weken daarna, heb ik eigenlijk een World Cup in Japan. En bij die twee wedstrijden moet ik minder dan 8 punten halen. Dus eigenlijk betekent dat ik vierde moet worden of tweede en zesde. Als ik maar gewoon binnen die 8 punten blijf. Dus ik kan ook eerste en zevende worden. Dus dat is een beetje wat ik moet gaan varen, die twee evenementen. Ja, en is dat voor jou... Niet moeilijk om de knop om te zetten. Jij gaat gewoon voor het beste resultaat en dan zie je wel wat er gebeurt. Je bent niet met het een of het ander bezig. Die kwalificatie is voor mij niet extreem belangrijk dit jaar. Want op zich, ik kan hem ook de andere jaren halen. En dan is hij eigenlijk gewoon top 8 bij een WK. Maar het zou heel leuk zijn als ik hem gewoon al meteen haal. Maar ik ben blijer als ik bijvoorbeeld wereldkampioen word naar is en de Japan-wedstrijd minder goed vaar. Bijvoorbeeld dat ik daar net 9e word of zo. Dan dat ik die kwalificatie haal. Dus ja, ik heb toch wel het liefste dat ik wereldkampioen word naar is dan dat ik bij de evenementen bijvoorbeeld 4e ga worden. Dus ik hoop dat de dingen waar we de afgelopen weken, maanden, jaren eigenlijk op getraind hebben... Dat die eruit gaan komen. Dus, we gaan. En waar denk je dan aan? Want je hebt specifieke dingen getraind, hè, in de afgelopen periode. Ja, afgelopen jaar hebben we echt heel veel getraind op tactiek en strategie. Ik heb weer heel veel wedstrijden gevaren dit jaar. En tactiek is dus eigenlijk de wind lezen. En dat is ook een stukje ervaring in mijn sport. Maar daar hebben we dit jaar gewoon heel hard aan gewerkt. En daarnaast is de strategie ook belangrijk. Dus de positionering ten opzichte van de andere windsurfers in het veld. Dus ik hoop dat ik tijdens dit WK dat kan laten zien. En daardoor ook minder punten vaar. Want degene met de minste punten die wint uiteindelijk de serie. Dus En hoe staat het ervoor met de vorm? Wat zeg je gevoel? Nou, we hebben naar dit evenement toegewerkt. Dus ik ben echt zeker fit, merk ik op het water. Ik heb het gevoel dat ik naar mijn piek ga toestreven. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik heb eigenlijk super veel zin in het WK. En we gaan kijken wat eruit komt. En je gaat in ieder geval, denk ik, voor een podiumplek, hè? Minimaal gezien jouw statuur. Ja, ik wil zeker voor een podiumplek gaan. Ik ben... denk ik echt tevreden als ik daar wegga met een medaille. Ja. Lilian de Geus uit Almere. Het wereldkampioenschap in het Deense Aarhus is van 30 juli tot en met 12 augustus.